Hoi, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video wil ik het met jullie hebben over goede voornemens. Want het einde van het jaar is alweer bijna in zicht. De maand december is al een tijdje bezig. En ik vond het eigenlijk wel een goed moment om met jullie terug te blikken naar het jaar 2016. En goede voornemens te bedenken voor het jaar 2017. Want eigenlijk als we goede voornemens maken is het meestal wel gericht op afvallen of stoppen met roken. Maar ja, ik heb persoonlijk nog nooit een goed voornemen bedacht wat betreft het stotteren. Dus ik dacht, weet je wat, ik maak gewoon een video over en ik ga gewoon gezellig met jullie erover kletsen. Dus vind je het leuk, blijf dan vooral kijken. En ik ga gewoon nu eventjes als eerste iets vertellen over het jaar 2016. Want voor mij is 2016 best wel een goed jaar geweest wat betreft het stotteren. Want ik heb goede ontwikkelingen doorgemaakt. Ik heb best wel veel dingen bereikt eigenlijk. In het begin van het jaar had ik best wel een spreekangst ontwikkeld. Ik durfde niet meer te spreken in groepen. Ik durfde niet meer te telefoneren. Ik durfde niet meer te presenteren. Ik zit nu op school en ik doe opleiding SPH. En daarvoor moeten we ook soms presenteren. En altijd als ik zie dat we als toets of als dat gewoon in de opdracht zit van dat je moet presenteren, vind ik altijd zo. Dan krijg ik meteen, dan denk ik, nee, waarom? Dat wil ik helemaal niet, want ik hou gewoon niet zo van presenteren. En ik, nou ja, ik hou wel van presenteren, maar omdat ik stotter, hou ik niet van presenteren. Dus dat is eigenlijk een beetje het probleem. Dus ik vind het altijd heel lastig. En ook, ja, als ik in groepen moest spreken, dan, nee, ik vind dat echt helemaal niks. Maar ik heb daar nu wel een manier op gevonden hoe ik daarmee kan omgaan. En dat is dus met mijn spreektechniek. Dat vind ik nog wel heel moeilijk om toe te passen. Want wat ik nu vooral heb is, als ik spreek gaat het best wel vloeiend. En bij sommige woorden dan loop ik vast. En dan heb ik gewoon een soort blokkade. En dan wil ik eigenlijk het woord er gewoon uitgooien. Maar dan moet ik dus, dat is ook mijn eerste goede voornemen, moet ik dus het benoemen dat ik dus vastloop. Dus gewoon, ik ben bezig. Nou, en dan zeg ik ook, ja, ik loop even vast, maar ik ga het even opnieuw proberen met mijn techniek. En dan, hotzee, gaan we ervoor. Ja, zo moet het eigenlijk gaan, maar zo gaat het dus niet bij mij. Dus dat is wel mijn goede voornemen om dat dus wel te doen in 2017. Dus, 1. Wanneer ik vastloop, benoemen dat ik vastloop. En het weer opnieuw proberen op mijn spreektechniek. Echt mijn hoofddoel eigenlijk van het jaar 2017 is toch eigenlijk wel om telefoongesprekken vloeiend. Nou ja, ik zal altijd blijven stotteren, dus niet vloeiend, maar gewoon meer dat ik zelf rustig ben. Dat ik gewoon, gewoon met gemak eigenlijk zo'n telefoongesprek voer. Dat is toch wel echt mijn doel. Het gaat al beter, want biedt nu zelfs al aan om te telefoneren. Ja, ik zit dan nu, ben nu bezig met een nieuw projectje. En ik bied nu gewoon aan bij hun van, oh weet je, ik bel anders morgen wel. En nou, dat had ik echt never nooit gedaan hoor. Voordat ik aan deze stottertherapie begon. Dus ik ben al blij dat ik het in ieder geval alweer aandurf. En nu moet het dus nog voor mezelf een beetje vloeiend gaan en rustig. En op zich gaat het wel oké, maar ik ben nog niet tevreden. Dus dat is echt mijn hoofddoel. Maar dat is ook echt, zeg maar, ik heb bij Ilanda, bij mijn stottertherapeut, heb ik een piramide gemaakt. En onderaan stond dus het minst moeilijke doel. Bijvoorbeeld, wat had ik? Ik weet niet meer wat ik had. In ieder geval iets onder, gewoon wat voor, nou, ik bedenk nu bijvoorbeeld met vrienden bespreken bijvoorbeeld. Dat heb ik al langer gedaan, maar dat stond dan onderaan. En dan echt in de punt staat dus echt ook telefoneren. En dat vind ik dus nog best wel moeilijk. Maar dat is dus wel een beetje nu al mijn doel. Omdat ik zo ver al in mijn therapie ben. Want ik ben dus eigenlijk nu al gestopt bij Ilanda. Ik ging eerst eens in de 2 weken. Of ik ging in het begin volgens mij eens per week. Daarna ging ik eens in de 2 weken. En ja, het ging eigenlijk op zich best wel oké. Dus toen was het laatst echt om de maand of om de 6 weken. En nu was ik laatst geweest en toen hebben we het eigenlijk een beetje soort van afgerond. Dus ik ben nu eigenlijk al een beetje klaar. Yay. Alleen nu wil ik voor mezelf nog wel bijvoorbeeld in februari een keer heen. En dan bijvoorbeeld in april, dus dat je nog
Ik vind het nog op zich wel fijn om af en toe eventjes gewoon een uurtje met haar te kletsen en erover te spreken, oefeningen te doen. Dus dat zijn eigenlijk mijn twee goede voornemens. Is als eerste, als ik in de stotter zit, het benoemen. En mijn allerbeste doel dat ik kan halen, dus ook al is het volgend jaar december, maakt mij niet uit. Maar dat is dus telefoneren. Ik vind het twee hele mooie, goede voornemens voor het jaar 2017. En ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd wat jullie goede voornemens zijn. Dus laat vooral weten in de reacties. En ik wens jullie in ieder geval al een heel mooi 2017 toe. Een jaar wat voor jezelf, het stotteren, meer bespreekbaar wordt. Dat je gezien wordt, gehoord wordt en gerespecteerd wordt in hoe je bent. Maar vooral voor jezelf, dat je het kan accepteren of in ieder geval kan aannemen dat je het in je hebt om te stotteren. En verder is het heel belangrijk, voor mij in ieder geval wel geweest, dat mijn omgeving het ook een soort van accepteert en mij neemt zoals ik ben. En als het gebeurt, het gewoon het er laat zijn eigenlijk en er geen probleem van maakt of je belachelijk maakt. Want je kan je echt heel alleen voelen als je stottert. En ik heb zeker wel in 2016 heel veel mensen leren kennen die mij gewoon waarderen zoals ik ben en me nemen zoals ik ben. Dus daar ben ik heel blij om. Dus bedankt voor het kijken en ik wacht jullie reacties met smart af. En wil je zelf een video maken? Dat kan natuurlijk ook altijd, hè. Het is niet dat ik alleen de video's maak, jullie kunnen het ook doen. Dus laat gewoon in de reacties weten wat je goede voornemen is. En als jij dan ook een leuk filmpje wil maken, dan is het altijd welkom. Dus ik wacht het gewoon lekker af.